It's an honor to be here today as we gather to pay tribute to the valiant soldiers who fought in the Battle of the Scheldt and to honor the liberation of the Netherlands, a chapter in history that cemented a friendship between our two countries. Het kan niet anders dat de soldaten die streden voor de vrijheid, waar we nu nog steeds in mogen leven, ook bang waren. En dan denk ik aan al die Canadezen die we vandaag hier op deze plek herdenken. En die streden voor de terugkeer van de vrede en de vrijheid. Thank you.